5 blokken. Je ziet hier 5 lijnen, 5 horizontale lijnen en dat noemen we een notenbalk. We beginnen vandaag met de G of vioolsleutel en die ziet er zo uit. Die start op de tweede lijn en de G-sleutel, hij lijkt op een G, maar die geeft ook aan dat de tweede lijn van onder, dat de noot G is. Ik maak er nu even een mooie stok aan. Zo. We gebruiken de eerste 7 letters van het alfabet, A tot en met G. Als ik 1 stapje hoger ga, of 1 stapje lager, dan doe ik dat ook hier. Naar rechts is hoog, naar links is laag. Dus als ik 1 stapje lager eerst ga, dan kom ik van een lijn, kom ik tussen 2 lijnen. Dat is de eerste volgende stap. En dat wordt dus ook de noot F in dit geval. Dan kan ik nog een stapje laag gaan, kom ik weer op een lijn. En dan zien we ook dat ik kom van G, F, E. Dus dit is de noot E. De andere kant op, dan begin ik dus eigenlijk weer gewoon van voren aan bij A. Dus 1 stapje hoger dan de G is de noot A. Nog een stapje hoger kom ik weer op een lijn, is dus ook de noot B. En bij de middelste lijn, dat is eigenlijk ook het moment dat je kan kiezen of de stok omhoog of omlaag gaat. Ga ik nog hoger, dan gaat de stok omlaag en dan noemen we het de noot C. Want als ik tel vanaf de lijn, G, A, B, C. Op een gegeven moment heb ik te weinig lijnen om nog verder te gaan. Dan gebruiken we zogenaamde hulplijnen. Hieronder is nog duidelijk waar die hoort, dat is de noot D. Maar als ik nog lager wil, ja, dan heb ik echt die hulplijntjes nodig. Die zien er zo uit. En als ik daar de noot op teken, dan krijg ik die. En eentje lager dan de D is natuurlijk de C. Ik kan nog lager gaan. 2 hulplijntjes, 3 hulplijntjes. Alleen met hulplijntjes wordt het op een gegeven moment niet duidelijker. Dus tot 3 is toch wel het maximale. Dat is de noot A. Die ligt 2 lager dan de C. Hulplijntjes gaan ook de andere kant op. Als we hoog kijken, dan is dit de laatste noot zonder hulplijntje. Dat is de noot G. Ja, let op, ook weer G. Want het is G, A, B, C, D, E, F, G. En de eerste met een hulplijntje ziet er zo uit. En dat is de noot A. Nou, ook met 2 hulplijntjes, 3 hulplijntjes kunnen we dat doen. En dit is de noot C. Voor de mensen die van ezelsbruggetjes houden, sommigen houden een paar noten. De noten die tussen de lijnen liggen. En dit vormt het woord face.